Groente en fruit. Dat is iets wat zelden in een pakket van de voedselbank zit. Maar nu zit dat er wel in. Nou, van oudsher zaten natuurlijk in voedselbankpakketten veel houdbare producten. Hè, blikken soep, blikken pastasaus, dat soort dingen. Maar wij willen graag onze klanten helpen om ook gezonder te eten. En daarom zijn wij dit project gestart om meer groente en fruit te verzamelen. Dat is groente en fruit wat nu wordt weggegooid. Hartstikke zonde, prachtige producten. En die zorgen we, die verzamelen hier en die zorgen dat we de voedselbankklanten die kunnen gaan eten. Een samenwerking dus tussen de groothandel en de voedselbank die deze producten gratis krijgt. Ze hebben deze loods ook zelfs gratis gekregen, midden in het groothandelscentrum in Poeldijk, tussen alle groothandels in. Normaal gesproken worden deze groenten dus weggegooid door de groothandelaren. Nou, het is gewoon niet de maat die de grootwinkelbedrijven willen. Het zijn verschillende maten en voor een grootwinkelbedrijf moet het één maat zijn, allemaal hetzelfde. En dit product wat wij krijgen is gewoon 100% goed. Nou, hier heb je tomaten. En die tomaten moeten volgens de winkelbedrijven een kroontje bezitten. Nou, je ziet het hier. Die hebben geen kroontje, maar het is een eerste soort tomaat. Dus het is prima voedsel. De komende maanden wordt alleen de Rotterdamse voedselbank voorzien van groenten en fruit vanuit Poeldijk. Maar de bedoeling is dat straks alle voedselbanken in Nederland voorzien worden van groenten en fruit vanuit Poeldijk.